Momenteel loopt in Zwijgershoek de tentoonstelling De Vier Elementen. Een tentoonstelling georganiseerd door de Cultuurraad en opgebouwd uit werken afkomstig van kunstenaars uit Groot-Sint-Niklaas. Schilders, beeldhouwers, fotografen, grafici tonen hier hun werk. Alle werken zijn origineel. Ze hebben 2 jaar geleden het thema gekregen en ondertussen hebben zij daarnaar gewerkt. De tentoonstelling wordt voor de 3e maal georganiseerd en de Cultuurraad heeft een duidelijk doel voor ogen. Wij willen aan de Sint-Niklaasse bevolking en iedereen die een beetje in kunst geïnteresseerd is, ten eerste de drempel naar kunst verlagen. De drempel is vaak nog veel te hoog. Zeker ook de drempel naar die kunstkringen verlagen. Zodanig dat mensen daar naartoe durven gaan en zeggen, ja, ik heb ook een beetje aan, ik zou dat ook wel willen proberen. En anderzijds laten zien aan de bevolking, wat kunnen onze verenigingen, wat doen die, waar zijn die mee bezig? En als je dat dan zo in één grote zaal, in één grote groep kunt tonen, is dat toch wel, denk ik, uniek. De werken werden grotendeels door amateurs gemaakt met een passie voor beeldende kunst. Wat opvalt is vooral de individualiteit van al die mensen, het verschil van al die mensen, het verschil in individuen. Je krijgt dus eigenlijk een veelzijdigheid in kleur, in vorm, in alles en nog wat. En nochtans heeft het een enorme eenheid, dus eenheid en verscheidenheid. De tentoonstelling is gratis en loopt nog tot en met 15 augustus in Zwijgershoek.